We gaan terug. 2 jaar in de tijd. Louis van Gaal wordt de bondscoach. En hij begint als volgt. Ik zal eerst even mijn brilletje opzetten, want ik heb natuurlijk wel een gedicht gemaakt. Daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. Maar helaas, de KNVB is niet zo'n gemakkelijke werkgever als bijvoorbeeld Ajax. Ik mocht geen gedicht voorlezen. Dus jammer. Ja. Het was wel toepasselijk geweest, vind ik. Want ook bij de KNVB heb ik al gewerkt, zoals iedereen wel weet. En ik ben hier ook weer teruggevraagd. En dat vind ik een geweldige uitdaging, maar ook een eer. Ja, het ging eigenlijk, en daarom lieten we dit zien, over de WK-droom. Hij wilde het een keer meemaken. Hij is er nu. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Hij doet het maar 2 jaar. Is dat te kort? Nou, nee. Ik denk dat het 2 jaar is. Je wordt afgerekend op het toernooi. En dat is het meetpunt. Dat is het piketpaaltje. En als je dat goed doet, dan krijg je nog 2 jaar erbij, denk ik. Ja, dat is, zo zou het elke keer moeten gaan. Dat weten we dus niet, hoe dat nu gaat met hem. Maar hij wilde het meemaken, die WK-droom. Hij is er nu. Laten we even gaan kijken, want ik was ook een heleboel namen kwijt. Van de 23 die hij toen opriep voor die eerste wedstrijd in België. Afellay, Dorst, Emanuelsson, Heitinga, Huntelaar, Martins Indy. Zat er niet bij. Die heb ik dinsdag gezien en toen heb ik hem er snel bij gehaald. De Jong. Krul. Nigel de Jong. Nigel de Jong. Krul, Kuit, Lens, Maher, Matthijsen, Narsing, Van Persie, Van Rijn, Robben, Snijder, Stekelenburg, Strootman, Van der Vaart, Viergever, Vorm, De Vrij, Willems. Dat zijn er 24. Je zit te lachen. Ja, nee. De manier waarop je het zegt. Articuleren, Strootman. De helft is er niet meer bij. Nee. Snel gegaan dus. Ja, natuurlijk veel geblesseerden. Maar ook spelers die het niet hebben waargemaakt. Heitinga, ze kunnen er nog wel meer noemen. Dost, veel geblesseerd geweest. Weinig in de basis bij clubs. Afellay natuurlijk een hele rare carrière gehad de laatste jaren. Ja, dan zie je toch dat sommige spelers misschien wel verkeerde keuzes maken. Maar ook dat het in 2 jaar gewoon heel veel kan gebeuren in het voetbal. En Wesley Sneijder, die was een half jaar geleden nog een soort persona non grata. En nu is onze hoop weer opgehangen aan de paasjes van Wesley Sneijder. Dus zo snel kan het gaan. Wie mis jij in de huidige groep van 23? Nou ja, Strootman mis je. Maar goed, gaat het wel steeds over. Hè. Kijk, ik vind ook, je moet juist het nu doen met de spelers die je nu hebt. Dus en niet steeds het Strootman wordt niet meer. Niet meer hebben, eigenlijk. Nee. Want het is steeds, hè? Het is, de hele tactiek lijkt veranderd door de afwezigheid van Strootman. Ja, maar ik vind het ook niet een positief signaal naar de rest van de groep. Dat je, als je daar maar op blijft terugkomen. Ja, het is enorm triest dat het is gebeurd. Maar klaar, ik bedoel, we hebben toch weer genoeg andere middenvelders. Nou, het is opmerkelijk, hè? Want stel dat je met Strootman hier wel, een fitte Strootman hier wel was begonnen. Die was geblesseerd uitgevallen tegen Spanje. En dan had je precies hetzelfde probleem gehad. En ik neem niet aan dat hij in 5 dagen dan op dit nieuwe systeem gekomen zou zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ben jij blij met dit systeem? Nou ja, goed, ik vind het enige jammer vind ik dat ik vind, Nederland doet altijd meer dan alleen maar voetballen op het toernooi. Nederland probeert de wereld iets mee te geven. Als je nou gaat vragen van hoeveel landen in de wereld hebben nou een eigen cultuur, hebben een eigen stijl. En Slovenië heeft dat niet en Ghana heeft dat ook niet. Maar noem mij 4 ploegen van de laatste 3 WK's op die je geïmponeerd hebben qua voetbal. Kom je denk ik niet op. Nou, Duitsland. Nou, 4 jaar geleden, fenomenaal voetbal. Verliezen de hoofdfinale met veel geluk. 4 ploeg. Nou, Spanje heeft er goed gespeeld. Okay. Spanje heeft een mooi voetbal gespeeld. Okay. Voor de wereldkampioen. Nog 2. Uruguay? Uruguay heeft wel aardig gespeeld. Ja, maar het gaat me erom hoe weinig ploegen spelen met zoveel brieën dat je na 10 jaar nog zegt, wauw, dat is een team, dat vergeten we nooit. Jij zegt terecht, in 94 is de zakelijkheid bij Brazilië gekomen. Straalt Brazilië nog steeds? Ja, maar goed, dan nog zeggen. Kijk, Van Gaal, als wij nou Mourinho als bondscoach hadden, dan zou ik zeggen, stel 3 keepers op en doe alles om te winnen. Maar wij hebben Van Gaal. En Van Gaal heeft zijn hele leven niets anders gedaan dan tegen anderen zeggen hoe het moest.
dat als ze niet met vleugelspitsen speelden, was het niet goed. We moesten dominant zijn. Dat boek kan sowieso weg. De visie. We moesten dominant spelen. We moesten op de helft van de tegenstander spelen. En nu zijn we gewoon heel wisselbaar. Want hij speelt provocerende pressing. Dat noemt hij dan zo. Heeft hij uitgevonden. Maar het is gewoon countervoetbal natuurlijk. Hij laat zich inzakken. En het is allemaal logisch dat hij probeert te profiteren van de snelheid van Robben. En de inventiviteit van Sneijder en van Persie. Ik bedoel, het is ergens niet te veroordelen. Het is allemaal door te begrijpen. Maar uitgerekend Van Gaal, de man die ons het hele leven de les heeft gelezen. Nu gaat hij een beetje angstig systeem om Spanje van het lijf. Maar komt dat niet omdat we in een tussenfase zitten? Dat we weinig 25-26-jarigen hebben? Dat we juist een gap hebben tussen de onervaren jongens en die paar ervaren jongens? Nou, we hebben te weinig goede voetballers. Nou ja, goed, dat kan ook zo zijn. Dat is wel zorgwekkend. Maar moet je dan niet gewoon, jij bent coach, moet je dan niet, en jij ook in een zekere zin, moet je terug naar de realiteit en kijken naar je spelers? Het gaat niet om het systeem. Daar zit het hem niet in. Kijk, het wordt te veel theorie. Als je naar Wales die wedstrijd kijkt, dan zie je allerlei, je ziet een theoretisch gebeuren. Er straalt niet echt spelvreugde vanaf. Er straalt geen, de jongens die daar in het veld staan, die doen wat ze... Wat ze fijn vinden. Ja, de laatste kwartier, toen ze weer gewoon zo gingen spelen zoals ze gewend waren, toen zag je in één keer weer bepaalde combinaties en bepaalde spelvreugde. Draait toch de ene keer gewoon, draait het beter dan de andere keer. En goede spelers, dat wordt soms gedaan over een systeem alsof je daar 4 maanden mee aan de slag moet om dat erin te krijgen. Dat is toch helemaal niet zo. Goede spelers, dat zijn allemaal... Nou, dat is niet helemaal waar, Pierre. Je hebt met zeker zo'n verandering van een één-spitsen systeem of een drie-spits systeem naar een twee-spits systeem, dat vergt wel. Je ziet Robben toch lichtelijk verward rondlopen. Nee, die weet niet echt waar die moet lopen. Ik vind dat we aan die laatste wedstrijd tegen Wales, daar heb je gewoon niets meer mee kunnen doen met het oog op de wedstrijd tegen Spanje. Kijk, Van Gaal die kiezen dan voor om Robben, van Persie en Sneijder daarachter, om die in dezelfde driehoek te laten spelen als ze de eerste wedstrijd gaan doen. Maar dat zijn de drie allerbeste spelers. De drie allerbeste spelers, die kunnen wel eens een keer wat minder spelen, maar die hoef je niet te leren om met elkaar te voetballen. Nee, maar aan de andere kant is het ook weer zo dat jouw... Kijk, Sneijder, de twee grootste spelers zijn Robben en Van Persie. Sneijder komt daar iets onder, denk ik, hè? Toch? Ja. Europese top, absoluut. Ja, maar top. Hij zal wel degene moeten zijn die de meerwaarde moet hebben. Die jongens de ballen geven, zoals als hij die bal gaf tegen Wales. Maar dat is maar eentje die dat kan. Maar je laat dan die jongens op hun beste positie spelen, lijkt mij. En de beste positie van Robben is rechts. De beste positie van Persie is in het midden van de spits. En de beste positie van Sneijder is op 10. En de rest bouw je daar dan omheen. Ik denk dat die gasten, met name voorin, die vrijheid gewoon als erg fijn. Dat zullen ze zeker doen. Ook in balbezit. Ja. Kijk, als ze de bal verliezen en ze gaan counteren, dan kan men nog wel iets voorstellen. Maar als ze van achteraan het opbouwen zijn, dan heb ik soms het gevoel, ze weten niet echt waar ze moeten lopen. Ja, maar dat is juist het leuke van deze niet zo goede ploeg. Dat er toch hoop is, omdat daar voorin twee jongens spelen die tot de beste van de wereld behoren. Ja. En als die het op hun heupen krijgen, en dat is alweer het grappige, dat zeg maar de ultieme collectieve denker van Gaal, hè, die is eigenlijk heel erg afhankelijk nu van de bevlieging van één of twee spelers.